De westerse cultuur of identiteit is gebaseerd op twee, op het eerste gezicht nogal tegenstrijdige fundamenten. We hebben aan de ene kant het joods-christelijke geloof en aan de andere kant rationaliteit en wetenschap. Met name religie en evolutietheorie lijken elkaar nogal al lastig te verdragen. Je bent voor de een of voor de ander. Ze allebei omarmen lijkt alleen maar te kunnen ten koste van veel intellectuele oneerlijkheid. Beide kampen hebben elkaar ook te vuur en te zwaard bestreden. Zeker enkele decennia terug was de emotionele lading van die discussie nog erg hoog. Denk daarbij in Nederland aan atheïsten als Maarten het Hart en Jan Wolkers en internationaal aan de Four Horsemen. Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens en Daniel Dennett. Zij hebben ten koste van veel persoonlijke offers hun intellectuele vrijheid moeten verdienen. Ten koste van ridiculisering of uitsluiting. Bij de jonge generatie van nu ontbreekt deze emotionele en intellectuele verbeterheid. En zij kunnen met een veel meer open blik kijken naar de relatie tussen religie en wetenschap. Met name komt dat nadrukkelijk naar voren bij de Canadese hoogleraar psychologie, controversiële denker en het YouTube-kijkcijferkanon Jordan Peterson. Zijn colleges over bijbelverhalen worden door miljoenen mensen bekeken. Zijn publiek bestaat ook vooral uit jonge mensen die laaiend enthousiast zijn over wat hij hen vertelt. Peterson gaat nadrukkelijk niet in op de vraag of metafysica wel of niet echt is. Hij kijkt naar bijbelverhalen, maar ook bijvoorbeeld naar sprookjes, naar oude verhalen en mythes, als een belangrijke bron van informatie over de menselijke psychologie. Letterlijke interpretaties van bijbelpassages accepteert hij alleen zolang die niet in strijd zijn met de moderne wetenschap en met name met de evolutionaire psychologie. De angst dat er dan niks van die hele Bijbel overblijft, weet hij ook elke keer weer op meesterlijke wijze te weerleggen. En steeds weer toont hij ook aan dat religie en evolutionair denken eigenlijk verschillende talen zijn die over hetzelfde gaan, over dezelfde werkelijkheid gaan en ook vaak tot dezelfde conclusies komen. Een belangrijke voorwaarde om deze synthese te kunnen maken is ervan uit te gaan dat de Bijbel niet primair een normatief, maar een descriptief boek is. Wat bedoel ik daarmee? De Bijbel gaat in essentie A over de vraag hoe zit de wereld in elkaar, en dan met name op maatschappelijk en psychologisch gebied, en B hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En nadrukkelijk ook in die volgorde. God is in deze visie de logica, de verzameling natuurwetten die ons bestaan stuurt, en God is deze wereld zelf. En dit idee is al enkele eeuwen terug door de Nederlandse filosoof Spinoza uiteengezet en is gebaseerd op die paar beschrijvingen in het Oude en Nieuwe Testament over de aard en het wezen van God. Als Mozes voor de braamstruik staat en vraagt wie God is, komt er als antwoord: ik ben die is. God is het zijn. God is wat Peterson being noemt. Dus al het zijnde, alles wat bestaat, de natuur, de maatschappij, mensen, u en ik, alles. Een tweede belangrijke beschrijving vinden we in het begin van het Johannes-evangelie. Daar lezen we: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Woord betekent in het Grieks logos. Dus God is de logos, God is de logische ordening van de werkelijkheid. Dat er natuurwetten zijn en dat die zich op een logische en consistente manier gedragen. Dat de wereld dus begrijpbaar en snapbaar is. En tot slot aan het eind van de Bijbel in de Apocalyps lezen we: ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer de God. Hij die is, die was en die komt, de Albeheerser. Alfa en Omega dus. God is zowel oorzaak als gevolg. Het eerste en het laatste. Dat wat alles stuurt en beheerst en de resultaten van dat proces. God is in deze visie dus nadrukkelijk geen persoon. Niet een grijze man met een lange baard in de wolken. Ook niet iemand die jouw voetbalclub laat winnen als jij net wat harder bidt dan je tegenstander. God is deze fysieke wereld en God is alle natuurwetten, met de biologische en sociale processen daarin. Oorzaak en gevolg dus. En de Bijbel gaat erover hoe je het best met die werkelijkheid kunt omgaan en wat er gebeurt als je dat wel doet of wat er gebeurt als je dat niet doet. Een verhelderend voorbeeld is misschien het Matthäus-principe. In dit verhaal uit het Matthäus-evangelie geeft een meester een knecht 1 talent en een andere knecht geeft die 10 talenten. En het eindigt ermee dat degene die het ene talent heeft zelf dat beetje nog wat afgenomen en degene die al veel heeft nog meer krijgt.
Lastig te rijmen met de kerkelijke visie op een God die bij uitstek gezien wordt als goed, liefdevol en rechtvaardig. Maar dit verhaal wordt volkomen logisch als je God ziet als de verzameling natuurwetten en regels die de natuur en de sociale processen sturen. De econoom Thomas Piketty bijvoorbeeld heeft laten zien dat rijke mensen nog makkelijker, nog rijker worden dan dat arme mensen kapitaal kunnen verzamelen. Een populatie konijnen, die voor 50% bestaat uit egale konijnen en voor 50% bestaat uit konijnen met een wit vlekje, waarbij die laatste groep 1% minder kans heeft om zich voor te planten, zal die populatie na 500 generaties toch bestaan uit allemaal egaal gekleurde konijnen. Slimme kinderen pikken van een uur les meer op dan minder slimme kinderen. En onderwijsmaatregelen die bedoeld zijn om de laatste groep te helpen, daarvan is het vaak de eerste groep die er het meest van profiteert. Kleine aanvangsverschillen hebben de neiging zich uit te vergroten. The winner takes it all. Allemaal voorbeelden dus van dat Matthäus-principe. En ook een tekst die ons dwingt om begrippen als goedheid en rechtvaardigheid scherp te herdefiniëren. Ik geef u een tweede voorbeeld om te laten zien hoe dicht Bijbel en evolutiedenken bij elkaar liggen en dat het eigenlijk twee verschillende talen zijn waarmee over eenzelfde werkelijkheid gesproken wordt en ook vaak tot dezelfde conclusies gekomen wordt. Volgens de filosoof Karl Popper is denken en probleemoplossen in essentie een evolutionair proces. En omgekeerd, evolutie is eigenlijk een vorm van probleemoplossen. Soorten evolueren, lossen dus hun problemen op, doordat de nakomelingen van een individu niet allemaal hetzelfde zijn. Er is variatie aanwezig en natuurlijke selectie pikt de best passende, de most fitting mutaties eruit en de andere verdwijnen. De behavioristen, de gedragspsychologen die leerprocessen onderzochten, viel al snel op dat de manier waarop een rat, een laboratoriumrat, iets leert, in essentie ook een evolutionair proces is. Plaats een witte rat in een kooitje en die gaat random gedrag vertonen. Hij gaat mutaties genereren. Hij loopt wat rond, hij snuffelt, hij bijt, hij krabt, hij probeert tegen de wand omhoog te klimmen. En plotseling, door toeval, trapt hij op het palletje en er valt voedsel in zijn kooi. Willekeurige variatie dus, waardoor door toeval of omstandigheden één van beloond wordt. Deze variant blijft bewaard en de andere mutaties verdwijnen. Leren is dus evolutie op kleine schaal. Nog een stap verder is simulatie leren. Dat is eigenlijk wat mensen doen, het denken in ons hoofd. En mensen, mensapen, dolfijnen en nog enkele andere hoogintelligente soorten zijn in staat tot simulatie leren. De experimenten die die rat nog real life moest uitvoeren, die kunnen wij in ons hoofd uitvoeren. En wat we ook eigenlijk in essentie doen, is mutaties genereren. We pikken daar de beste uit en die passen we in de praktijk toe. Het grote voordeel is dat ideeën sneuvelen en niet individuen. Dus denken is ook door en door een evolutionair proces. Door deze processen in ons hoofd ontstaan er in onze persoonlijkheid allerlei subpersoonlijkheden. Strategieën die onder bepaalde omstandigheden bewezen hebben te werken, waar we voor andere strategieën of voor andere omstandigheden weer over andere strategieën beschikken. Soms echter blijven we een strategie volgen terwijl omstandigheden veranderd zijn. En dan snijden we onszelf in de vingers door te blijven doen wat eens goed was, maar nu tegen ons werkt. In de Bijbel heten dit demonen en welpassende strategieën worden daar engelen genoemd. Dat zijn dus geen figuurtjes met vleugels of hoorntjes, maar cognitieve of mimetische systemen. En Lucifer is in deze visie een gevallen engel, begon als iets goed, maar werd iets slechts wanneer toegepast in inmiddels structureel veranderende omstandigheden. Neem als voorbeeld fossiele brandstof. Het heeft de industriële revolutie mogelijk gemaakt, het heeft ons veel voorspoed en welvaart gebracht, maar omstandigheden zijn veranderd. En als we ermee door blijven gaan zoals we in het verleden deden, wordt iets goeds straks onze ondergang. En de visie van de moderne psychologie op het functioneren van subpersoonlijkheden is eigenlijk niks anders dan wat in bijvoorbeeld het Nieuwe en Oude Testament over Bijbels en demonen wordt verteld. Dit even heel kort, iets over het denken waarin evolutie en religie met elkaar verbonden worden. Met recht dat Jordan Peterson gezien wordt als een van de belangrijkste en meest vernieuwende denkers van dit moment. Maar wat is de relevantie van dit alles? Het antwoord is dat de westerse cultuur door en door joods, christelijk en humanistisch is. In volgorde van invloed en belangrijkheid, humanistisch en daarna joods-christelijk.
Het Oude Testament bepaalt de basis van ons denken. De verhalen over het paradijs, de zondvloed, het verbond met God en de Toren van Babel gaan over de broncodes van onze cultuur. Over wat goed en slecht is, hoe de mensheid zich ontwikkelt en volgens welke regels we moeten leven. Het Nieuwe Testament gaat over de emancipatie van het individu. En het overstijgt het oude groepsdenken wat in het Oude Testament nog dominant aanwezig was. Het accent verschuift van het Joodse volk als volk naar een individu en zijn individuele verlossing. Het humanisme en de verlichting brachten ons het rationele en verlichte maatschappelijke wereldbeeld. Het fundament van wetenschap en techniek en de ideeën die bijvoorbeeld tot democratie, de verzorgingsstaat en mensenrechten hebben geleid. Nu zijn we de laatste jaren de kracht van deze drie fundamenten wat uit het oog verloren. Terwijl juist nu, in het heetst van de strijd over discussies over identiteit, cultuur en integratie, het zo belangrijk is te kunnen benoemen wat het westerse denken aan de wereld heeft bij te dragen. En wanneer we objectief en onbevooroordeeld durven te kijken naar de joods-christelijk-humanistische wortels, zal duidelijk worden hoe bijzonder, succesvol en effectief die zijn, tot welke welvaart en technologische vernieuwingen ze hebben geleid en welke menswaardige instituties eruit zijn voortgekomen. Ik wil u daarom ook uitdagen, is op zoek te gaan naar de wortels van onze cultuur en opnieuw te kijken naar die oude boeken. Maar nu niet vanuit het idee van een grijze man met een baard in de wolken of een serie onwaarschijnlijke wonderen, maar als condensaties van duizenden jaren praktische en psychologische kennis, die in niets botsen met ons rationeel wetenschappelijke wereldbeeld van nu. En de colleges van Jordan Peterson, allemaal te zien op YouTube, kunnen daarbij een hele handige handleiding zijn. Je kunt de Bijbel lezen als een metafysisch boek, maar net zo goed als een niet-metafysisch boek. En ik wil u uitdagen dat laatste te doen en te ontdekken dat er dan een veel meer consistent, helder en belangrijk maatschappelijk relevant beeld uit naar voren komt dan dat je het boek leest als een bovennatuurlijk boek. Wat mij betreft kunnen ook hele boekenkasten vol met zelfhulpboeken, koude grondpsychologie en managementboeken zo bij het oud papier. De ideeën die duizenden jaren terug geformuleerd zijn en die hun praktische nut bewezen hebben, zijn voor ons van veel meer waarde dan de zoveelste rage of het zoveelste modieuze ideetje. Ik wil u uitdagen op die manier eens naar dat oude boek te gaan kijken en het resultaat kan u misschien nog heel erg gaan verrassen. Hartelijk dank voor uw aandacht.